Cole Knop, rector van de VUB. Waarom zijn we hier eigenlijk samen vandaag? Wel, VUB is eigenlijk voorstander van een activiteit te doen voor Kom op tegen kanker. Dus wij hebben ons ingeschreven voor de 1000 kilometer Kom op tegen kanker met 4 mensen. Maar ik vond dat te weinig mensen aansprak op de VUB. En door dit initiatief van een spinning waar dat dus 800 mensen konden deelnemen, spreken we meer mensen aan die een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek Kom op tegen kanker. Waarom onderzoek tegen kanker? Wel, dat is natuurlijk een vreselijke ziekte. Ten tweede, wij hebben een zeer performante onderzoeksgroep op dat vlak in het hospitaal, in het universitaire hospitaal. En ten derde, ik vind als sport zich kan inzetten voor een ander groter maatschappelijk gegeven, dat ze dat ook moet doen. En we moeten toch ook wel wat geld inzamelen, vandaar ook dat we hier allemaal samenkomen vandaag. Wel, dat klopt. Dus de 1000 kilometer, daar moeten we eerst 5000 euro voor neertellen. Nu, ik wou niet dat we dat zomaar uit de VW-kast nemen. Daarvoor hebben we ook natuurlijk niet zoveel geld. En ik vind dat iedereen zijn steentje moet bijdragen. Dus vandaag betaal je 10 euro om een uur te komen sporten. Je werkt aan je gezondheid en je bijdrage gaat integraal naar onderzoek tegen kanker. Dus perfecte win-win situatie. Ja, daar is minstens 5000 euro voor nodig. 4 uur ga je deelnemen zelf vandaag en dan binnenkort 250 kilometer fietsen. Dat is niet evident. Nee, maar goed, ik stel mij elk jaar een bijzonder fysiek doel. Dan werk je daarnaar. En sinds ik rector ben, word ik natuurlijk geleefd. Dus reden te meer om daar tijd van te maken, voor te maken. Mensen zeggen altijd, ja, ik heb geen tijd om te sporten. Iedereen heeft evenveel tijd, 24 uur per dag. Het is een kwestie van prioriteit. Maar het is wel afzien, dat geef ik toe. Oké, bedankt en succes. Net een uurtje gespind voor Kom op tegen kanker. Hoe was het? Goh, naar jaarlijkse gewoonte of de traditie van Health City doe ik met heel veel plezier mee altijd aan Kom op tegen kanker, Ride for Life of Spinning for Life. Het was echt heel leuk. Het is een hele mooie dag, maar ik vond dat er heel veel ambiance in de zaal was. Een heel open ruimte en een heel toffe lesgever. Iemand die ik nog nooit gezien heb, dus het was wel leuk. Dus niet de eerste keer? Je bedoelt Spinning of the Ride for Life? Nee, the Ride for Life, ik denk is al mijn vierde, als ik me niet vergis. Zelfs bestaat er nog geen vier. Ik denk toch al de vierde keer. En de spinningen, ik ben wekelijks klant, dus spinning staat wel wekelijks op mijn agenda. En niet te vermoeid? Goh, ik moet eerlijk zijn, ik had eigenlijk pas ontbeten, dus shame on me wel. Ik vond het wel een vermoeiende les. In die zin, je bent ook continu aan babbelen met de mensen die rondom jou staan. Er waren dan lesgever van Hassels die echt langs mij stonden, dus ik heb ook niet heel flink opgelet en de hele tijd zitten babbelen, wat het wel heel vermoeiend maakt, ja. Maar je kan zo meteen nog eens deelnemen, hè? Als ik kan, dan ga ik zeker nog een uurtje deelnemen, met heel veel plezier.